Bij de grote herdenking herdenken de meeste mensen de ouderen. En hier zo herdenk je echt de kinderen. Zo vertelde mijn opa dat er soms ineens kinderen verdwenen uit de klas. Dan was en bleef er opeens een tafeltje leeg. Aan de ene kant vind ik het leuk, maar aan de andere kant vind ik het ook een beetje triestig om hier te zijn. Er zijn wel kinderen doodgegaan. Wees dankbaar dat je in de vrijheid mag opgroeien. En blijf dat herdenken. Leven in de vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dank je wel voor het luisteren.